Poppodium Nieuwenor is een door enthousiasme gedreven organisatie die midden in het cultuurveld van Parkstad staat. En met een kwalitatief en artistiek inhoudelijk programma wil zij voortdurend haar voorvoegsel nieuw bewijzen. En of dat ze lukt, dat is de vraag. We horen het vandaag, want Nieuwenor staat in de schijnwerpers. Dit is Culturij. Per 1 maart volgde Johan de Niet Jurie Wilbers op als directeur van Poppodium Nieuwenor. En naast de algemene leiding kreeg hij ook een extra opdracht mee, namelijk de ontwikkeling van Nieuwenor als popproductiehuis in Parkstad. Dat is niet niks. Johan, welkom. Ja. Wist je waar je aan begon? Jazeker. Okay. Ik had wel wat ervaringen op dat gebied. Oké. Okay. Je bent geen onbekende in de Limburgse popscene. Vertel eens. In het bestuur van de muziekgieterij gezeten in Maastricht, toen het nog een klein, heel klein podium was. En, dat is nu in de Timfabriek, is nu een wat groter podium. Daarnaast heb ik in het bestuur van Bruis gezeten, een groot festival. Ik organiseer zelf nog nu een festival en daarnaast heb ik mijn hele leven in bandjes gespeeld. En de laatste jaren ook 10 jaar lang in Limburg en in de finale van Nu of Nooit onder andere gestaan. Dus gepokt en gemazeld in de muziek. Gepokt en gemazeld, ja. Ja, oké. Okay. Waar staat Nieuwenor tegenwoordig voor? De Nieuwenor is het poppodium van Parkstad. Wat wij proberen is nieuwe muziek. De nieuwste muziek die ook op 3FM bijvoorbeeld gedraaid wordt of in de wereld draait door, komt, laat maar zeggen, naar Parkstad halen en te laten zien aan het publiek in Parkstad. En daarnaast proberen we jong talent uit de regio ook kans te bieden, laat maar zeggen, om in ons podium te spelen of te produceren. Straks in het Kegelpaleis. En dat is niet alleen popmuziek, of dat is wel popmuziek, maar het is niet alleen bandjes, maar het is ook dance. Het is niet onbelangrijk, dus ook DJ's en alles wat daarbij hoort. Johan, Nieuwenor als poppodium, hoe onderscheidt zich dat ten opzichte van andere poppodia? Ten eerste, Nieuwenor is een vrij klein podium, 350 capaciteit. Dat betekent dat je, laat maar zeggen, tot maar een bepaald niveau bands kan programmeren. Want je hebt altijd de verhouding capaciteit en wat een band kost. En dat willen we ook graag juist zo houden, om die rol te vervullen. Want er zijn ook podia die willen juist groter. Nou, dat is een keuze die je maakt. Wij willen juist klein blijven, want we hebben al een Parkstad Limburgcel waar we die grote bands kunnen spelen. En daarnaast zie je, laat maar zeggen, in Limburg toch wel duidelijk dat, laat maar zeggen, in Maastricht zich met name op de Belgische markt richt, wat alternatievere Belgische bandjes programmeert. Dat Volt toch wat in het hardere genres zit, dat is in Sittard dan. En dat wij met name, laat maar zeggen, 3FM-achtige bands programmeren. Waarbij dat niet uitsluit, en dat geldt voor elk podium, dat hij natuurlijk ook alle andere dingen ook doet. En daarnaast is het zo dat de Nieuwenor, denk ik, vooral sterk is ook in de hip-hop acts, dus meer de urban. En dat past ook weer heel goed bij deze regio. Dus daar onderscheiden we ons wel echt in. Je had het net over de Limburgzaal. Dat betekent dat je naast jullie eigen podium in het Kegelpaleis ook andere podia gebruikt. Ja, wij doen... en dat is ook een beetje de filosofie die Jurie Wilbers, mijn voorganger, ook al heeft uitgerold, laat maar in Parkstad. Je hebt eigenlijk verschillende capaciteiten van zalen in Parkstad. Hè. Je hebt de Oefenbunker met 250, dan heb je de Norm met 350 en dan heb je de Parkstad Limburgzaal die zelfs 1500 kan. En daarboven heb je eigenlijk nog de Roda Hall en daarboven komt dan Pinkpop, zullen we maar zeggen, hè, met de capaciteit van 70.000. En het idee is eigenlijk dat een band, pak hem Kensington, eerst in de Oefenbunker speelt, dan bij de Noord speelt jaar daarna in de Parkstad Limburgzaal staat en nu staan ze, vorig jaar stonden ze op Pinkpop. Dus die rol kun je dan ook vervullen, laat maar zeggen, in de keten die je hebt. Ze stromen door. Ze stromen door, als het ware, ja. Ja, dan vervullen jullie een belangrijke plaats. Precies. Ja, mooi. Ja. Het We Are Back Festival en Open Podium presenteerde op 13 maart jongstleden in samenwerking met Parkstad Popstad Talent alweer haar 6e editie in Poppodium Nieuwenor.
Wat is nou de doelstelling eigenlijk van zo'n evenement wat we net gezien hebben? Wat wil je daarmee bereiken? Het wordt in samenwerking georganiseerd hè, met We Are Back. De doelstelling is, en dat is een van onze belangrijke doelstellingen naast de presentatiefunctie, is om talent uit Parkstad de kans te bieden om ook op een podium te staan. Daar ervaringen op te doen en laat me zeggen ook door te groeien als muzikant. Hè. Dat kan zijn gewoon als hobbymuzikant, maar dat kan ook uiteindelijk zijn als beroepsmuzikant. En daarom zijn dit soort festivals, die zijn heel erg belangrijk. Want daar doe je die ervaring op. En daar leer je wat het is om op een podium te staan. En dat is een belangrijk ding. En dat doen we samen met een aantal partijen. Daar speelt de Oeverbunker een belangrijke rol in, die bezig zijn met Parkstad, Popstad, Next Generation. Maar ook leraren van Tjunk, leraren van de Popschool Parkstad. En Stichting Popmuziek Parkstad, die weer de oeverruimtes beheren. En zo heb je eigenlijk een heel netwerk van partijen die daarmee bezig zijn met talentontwikkeling. Ja, talentontwikkeling vanuit het ei uiteindelijk tot het grote podium. En bijvoorbeeld grensoverschrijdende samenwerking is daar heel belangrijk in. Daar loopt de Stichting Popmuziek Parkstad weer een stukje voor op. Organiseren bijvoorbeeld bandwedstrijden samen met de cultuurorganisatie in Aken, waardoor Duitse bands hier spelen en Nederlandse bands daar spelen. Wij doen dat via PopConnect met Bochum Totaal. En dan heb je het wel, wij werken dan weer met bands die iets verder zijn, die op de rockacademie zitten. Bijvoorbeeld Statesman, die uit Brunsum komen. Die hebben net ook een goede deal getekend. Nou, die zetten wij in Duitsland op Bochum Totaal neer. En wij pakken hun Duitse band, die zetten wij hier op het Bevrijdingsfestival neer. Dat soort projecten doen we. Waardoor die bands, zullen we maar zeggen, vooruitkomen en gezien worden over de grens. Maar ook weten wat het betekent als ze daar spelen. Goed, Poppodium Nieuwe Nog is dus meer dan alleen concerten en dansactiviteiten. Hoe hebben jullie je plek eigenlijk in Parkstad bereikt? Moet ik een beetje teruggaan in de historie. Het is wel grappig om ook de parallellen te zien. Er zijn eigenlijk twee soorten podia in Nederland, qua ontstaansgeschiedenis dan. En de Nor is eigenlijk oud, hè, 1969 geboren. Vanuit een studentenvereniging ontstaan. En eigenlijk een soort links bolwerk, cultuurhuis. Een soort sociëteit of zo. Sociëteit ja. waar mensen van allerlei dingen konden doen. Er werd gegeten samen. En werden gedichten voorgedragen, er werden artiesten, er kon gespeeld worden. Vroeger zaten die op de Geerstraat, maar die moesten daar weg vanwege nieuwbouw. Toen hebben ze een tijd rondgezworven door de stad. Dat heette de Norpstraat. Met een straattheater hebben ze toen gedaan. En uiteindelijk hebben ze een plek gekregen in het gebouw waar we nu zitten. En dat is eigenlijk een beetje parallel aan de ontstaansgeschiedenis van zoals Paradiso ontstaan is en andere plekken. Dus in die zin hebben we een hele lange geschiedenis. En er zijn andere podia die zijn eigenlijk ontstaan vanuit het feit dat muzikanten een plek wilden zoeken om te repeteren. En daarna dachten we, ja, we moeten eigenlijk ook ergens spelen. Dus er kwam er een podium bij, zoals eigenlijk de muziekgieterij ook ontstaan en de muziekodroom in Hasselt. En dus dat is wat jonger en andere ontstaansgeschiedenis. Daarom hebben wij ook eigenlijk alleen nu die presentatiefunctie, niet die productiefunctie. En op een gegeven moment was het zo dat er werd muziek gemaakt in het café van de Nor. Alleen dat café was absoluut niet geschikt voor versterkte muziek. En eigenlijk is toen, laat maar zeggen, de slag gemaakt om het om te vormen naar een poppodium wat het nu is. Moet ik wel bij zeggen dat eigenlijk dat cultuurhuis, wat verder op de achtergrond geraakt is. En we eigenlijk veel meer naar de presentatiefunctie in echt modern poppodium. Maar dat zie je eigenlijk ook wel, de parallel is ook wel te trekken bij de Vera of bij de Paradiso. De andere grote podia in Nederland. Dus in het kader van 10 jaar Nieuwe Nog worden vooruitlopend op dat 10-jaar bestaan in december 2016, zoals je al aangaf, een aantal acts teruggehaald die de Nieuwe Nog de afgelopen jaren wisten uit te verkopen. Zo ook De Wolf, het driekoppig rock-and-roll monster uit het diepe zuiden van Nederland. En inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste livebands van ons land. De Wolf. Ik zeg het elke keer als we in Heerlen spelen, maar Luca en ik zijn geboren in Heerlen. En Robin in Brunsum. Ja.
Johan, Nieuwe Norg wordt in mijn beleving heel vaak alleen maar geassocieerd met jongeren. Maar klopt dat ook? Nou, nee, precies. Dat is eigenlijk een misverstand. Want eigenlijk is popmuziek de grootste cultuuruiting op dit moment, zelfs in de wereld. Hè? Dus die is groter dan klassieke muziek en andere soorten van muziek. En eigenlijk zie je, nou gaan we naar de Rolling Stones kijken, op Pinkpop. Daar staan gewoon heel veel 50'ers, 60'ers die naar de Rolling Stones komen. En dat is ook popmuziek. Eigenlijk als je naar onze producties kijkt, en nou, we hebben net de Wolf gezien, daar staan gewoon 40'ers. En wij programmeren dus eigenlijk van 8 tot 80 jaar, zeg ik altijd. En als mensen boven de 80 nog willen komen, ook graag nog. En soms is het jammer dat we worden weggezet als alleen voor jongeren. Of terwijl dat niet waar is. En of het gaat over bandjes, het gaat over bands. Mm. En ja, dat is wel heel belangrijk om dat nog eens goed te noemen, dat wij voor alle leeftijden zijn. En dat zie je ook heel duidelijk. Die komen gewoon bij ons. En wij zijn helemaal niet alleen voor jongeren. En daar is soms echt nog een misverstand, vooral bij mensen die dan niet bij de Noord zijn geweest, een misverstand over. Natuurlijk, de dance-producties worden voornamelijk bezocht door jongeren. Maar, kan ik ook niet maar bijna al onze staakconcerten, daar komen juist heel veel voor alle generaties. Okay. Hoe bereik je jouw publiek? Nou, sociale media is super belangrijk voor ons als podium. Maar wij gebruiken ook nog steeds gewoon de klassieke kanalen, wel steeds minder. Maar in ieder geval onze posters, flyers die overal liggen. Advertenties gewoon ook nog in de oor van sommige producties. Maar met name sociale media is belangrijk. En nog wel aardig is om te melden dat wij nu in de top 10 staan van best presterende podia. Op de sociale media. En dan staan we echt tussen de grote podia, zoals de Heineken Music Hall in Amsterdam en de Paradiso. Als een heel klein podiumtje staan we daartussen. En goed, dat is met name te danken aan onze marketeer, die dat heel goed doet. Johan, we hebben het net al gehad over een aantal bijzondere projecten. Is er nog iets bijzonders in de komende periode? Ja, wij hebben op 5 mei organiseren we het Bevrijdingsfestival samen met het 4 en 5 mei comité. En dat doen we dit jaar groter dan dat we dat daarvoor deden. Bevrijdingsdag valt op Hemelvaartsdag, dus heel veel mensen hebben vrij die dag. En de gemeente heeft ook een extra bijdrage gedaan, waardoor we een groter podium, betere programmering kunnen doen. Dus het wordt echt een heel leuk festival op het Pancratiusplein. Met foodtrucks erbij en dat wordt een groot feest. Dat is heel bijzonder. Ja. Oké, prima. Wat hebben jullie trouwens met kunst? Zoals iedereen weet is de popcultuur veel breder dan alleen de muziek. En wat wij eigenlijk proberen is de crossovers te laten zien tussen kunst en muziek. Dan gaan we dit jaar nog veel meer willen we daarin doen. Maar popfotografie is bijvoorbeeld een heel belangrijk ding. Hè. Iedereen weet het. Dat bij de muziek hoort. Hè. Het verbeelden van de artiesten. En dat willen we ook graag een plek geven in ons podium. Oké. Nou, poppodium Nieuwe Norg inspireert dus niet alleen maar muzikanten en muziekliefhebbers, maar ook jonge talentvolle kunstenaars. En zij exposeren hun werk in Nieuwe Norg. We kijken naar popfotograaf Mitchell Giebels. Ik bedank jou voor je komst in Culturij met een zeer uitgebreide toelichting over alles wat Nieuwe Norg ons te bieden heeft. Eigenlijk. En heel veel succes met jouw nieuwe job en je uitdaging. Ja, super bedankt en ik hoop iedereen een keer in de Nieuwe Noord te mogen begroeten komende tijd. Absoluut, ja, je hebt me uitgenodigd, het is voor alle leeftijden, ja, dus ik kom er ook. Goed, dankjewel. De Limburgse formatie Madi won in 2011 de Limburgse poptalentenjacht Nu of Nooit. En dan mag je Pinkpop openen. Maar na 5 jaar in 2015 was de koek voor de formatie helemaal op. Tijd voor zangeres Madi Hermans uit Geleen om de draad op te pakken en helemaal solo te gaan. En bij een nieuw nummer hoort een nieuwe clip. En wij waren bij de opnames van deze clip.
Waar gaat het nummer over? Over als je denkt de ware liefde gevonden te hebben en dat die na een tijdje denkt, ja, dit is het toch niet helemaal. En dat dan met iemand anders vandoor gaat. En dat je denkt, nou, als daar een keer een bruiloft van gaat komen, dan mij niet gezien. And I won't see her dressed in white. I won't watch her walk down the aisle. I'll pour away your wedding night. En de clip wilde ik eigenlijk gewoon graag echt bij mezelf houden en eigenlijk zo puur mogelijk laten zien hoe ik mijn liedjes ook schrijf. Want het is een donkere setting achter de piano. En de meeste van de nummers die schrijf ik in het donker. Ja, dat kan natuurlijk in de videoclip niet, maar helemaal in het donker achter de piano. En dan soms met een stok wijn te veel op, dan zijn de emoties goed los, hè. En dan komt zo'n liedje vanzelf eruit. Ben je een beetje zenuwachtig? Nee, valt eigenlijk wel mee. Ik bedoel, het is natuurlijk wel vreemd. Want ik heb wel eens voor de tv gespeeld of zo. Dat je achter de piano zit en gefilmd wordt. Maar ik heb nog nooit een videoclip opgenomen. Dus het is wel vreemd. Maar ik denk dat het wel goed komt. Het is je eerste clip solo. Hoe bevalt het tot nu toe? Het bevalt heel goed. Ja, ik vond het wel een hele omschakeling natuurlijk. Je bent op jezelf aangewezen. Wat soms ook wel heel fijn is. Zoals plannen van repetities, dan denk je, maar die kun je, ja, oké, super, gaan we doen. Maar ja, het is een hele omschakeling en ik vind het heel fijn om eindelijk weer eens terug te gaan naar mezelf en weer eens met de piano op te treden en dan kun je ook tussendoor wat vertellen waar de liedjes over gaan. Dus het bevalt heel goed. Here comes the bride. We hebben in een van de vorige afleveringen van Culturij kennis gemaakt met Rian Mone en haar rubriek Hendig, Hip en Heerle. We gaan weer over naar Rian voor de volgende aflevering. Het is lente en dat betekent dat we naar buiten gaan, terrasjes pikken en dat je natuurlijk ook een beetje wil winkelen. Maar met alle verhalen over leegstand en over dat er niks te doen is, vraag je je misschien af, als ik de stad in ga, waar moet ik dan naartoe? Vandaag laten we je een paar toffe plekken zien. Nou, we staan ondertussen in Coasters, dus we vragen aan Jeff en Erik, wie zijn jullie en wat doen jullie? Ik ben Erik. En ik ben Jeff en wij zijn samen eigenaar van Coasters, een koffiespeciaalzaak, waar we ook nog alle dingen die we zelf leuk vinden verkopen, zoals kleding, vinyl, magic. We doen alles wat we leuk vinden, we hebben bijvoorbeeld tattoo sessies hier gehad, we hebben live muziek en dat gaan we in de verdere toekomst in ons tweede bestaansje ook meer doen. Nou, Coasters bestaat ondertussen een jaar, hoe gaat het met Coasters? Eind deze maand hebben we inderdaad een feestje, maar daar kunnen we nog niet te veel over kwijt, maar het wordt heel leuk. Het gaat nog altijd beter dan we verwacht hadden. We hadden niet gedacht dat het zo goed zou lopen voor een Heerne, zoals waar het item over gaat vanwege de leegstand. Maar vooral in de zomerperiode zien we wel echt dat het dus ook, ja, goed druk blijft in de stad. Er komen ook veel evenementen, zoals Rabenronde, Castle of Love. Dan merk je wel echt dat heel veel mensen op afkomen. Super tof, dus zouden jullie het nog een keer doen? Ja, zeker. Ja, anders stonden we niet zo blij hier nu. Hè. Nou, vertel, wat is Puk? Nou, Puk is een woon- en luisterwinkel in de Geleenstraat in Heerlen. Ik ben het initiatief eigenlijk al ongeveer 8 jaar geleden gestart. Toen heb ik eigenlijk het idee opgezet. Alleen in de afgelopen 8 jaar wel niet. Hè. Het is toch een beetje spannend om zelf een onderneming te beginnen. Dus het is van de plank gehaald, steeds een beetje veranderd, een beetje gewijzigd. En goed, afgelopen jaar was het eigenlijk een beetje van gaan we het wel of niet doen. En het is er dus uiteindelijk toch van gekomen. Met heel veel hulp van Streetwise ook hebben we het het pand kunnen regelen en ze hebben wel heel veel ondersteund in dingen. Puk is eigenlijk iets waar ik dus eigenlijk mijn hele leven al mee bezig ben. Wonen en lifestyle is gewoon wel echt mijn dingetje. Ik heb er eigenlijk nooit iets anders mee gedaan dan dat ik zeg maar nu doe. Maar het is wel iets wat ik altijd al heb willen doen. Ik heb nu een winkel. Wonen en lifestyle is zo breed. Ja, je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Dus ik wil wel kijken wat ik er verder nog mee zou kunnen, zeg maar.
En hoe gaat het met Puk, zo'n hele centrum? Merk je veel van de leegstand of dat mensen wel of niet de stad in gaan? Ik vind het heel lastig omdat je toch als nieuwe ondernemer hier zit. Ik heb de ervaring niet in Heerlen Centrum, hoe het bij andere winkeliers gaat of hoe het voorheen was. Ik zit hier nu van november en het gaat eigenlijk heel goed. Hè? Heel veel mensen ontdekken ons ook nog, maar er zijn ook al heel veel mensen die ook terugkomen. En het gewoon wel, ik krijg echt heel veel positieve reacties, dus dat is wel echt heel fijn. En als je nou zou kunnen kiezen, Puk, nog een keer beginnen in Heerlen Centrum, zou je het dan doen? Ja, dan zou ik het absoluut nog een keer doen. Sowieso omdat het gewoon nog niet te vinden is in de stad en je het gewoon ook aan de mensen van Parkstad ook wil aanbieden. Dus ik zou het zo nog een keer meteen doen. Ja, absoluut. Nou zijn we op twee plekken geweest, maar er zijn natuurlijk nog veel meer toffe initiatieven. Zoals bijvoorbeeld Salon Bonbon. Eigenwijs. Even tussendoor. Dit is de beste mural van Nederland. De afgelopen week verkozen. Dus als je in de stad bent, moet je ook zeker even naar boven kijken af en toe. Daarachter bij het Bertha-huis, daar komt binnenkort ook lokaal 25. Die moet je dus even in de gaten houden. Soef. Tapasbar bij mama. Ciao Mimi. Miss Poppies. Zo zie je maar weer. Er zijn best wel wat toffe initiatieven in de stad, ondanks al die verhalen over leegstand. En hebben ze nog niet eens allemaal kunnen laten zien. Dus kom gewoon van die bank af, ga lekker de stad in, stop met internet shoppen en support your locals. En dan zien wij je de volgende keer weer bij Handig Hip in Heerlen. En dan zijn we weer toegekomen aan de wekelijkse cultuuragenda. Met op 9 april de opening van de tentoonstelling Mies van der Rohe en de erfenis van het modernisme in Sjoenk. En op zondag 10 april in het Cultuurhuis in Heerlen, Leonard Cohen geet plat. De mooiste liedjes van de inmiddels 80-jarige Canadese zanger, maar dan vrij vertaald in het Limburgs dialect. Nou, dit was het voor deze week. En u weet het, kent u interessante onderwerpen, mail het ons vooral op onderstaand mailadres. De volgende aflevering van Culturij staat in het teken van architectuur. En een heel bijzonder namelijk de tentoonstelling van Mies van der Rohe. En de erfenis van het modernisme. Met de focus natuurlijk op modernistische erfgoed in Heerlen en de regio Parkstad. Tot Culturij.